Op donderdag 21 november staat de voorstelling Coup Fatale op de grote scène van het Concertgebouw. Ik heb vandaag een gesprek met de artistieke leider Alain Platel. Alain Platel, wat mag het publiek van Coup Fatale verwachten? De brochure spreekt over een dansant concert. Toen ze mij vroegen wat dat Coup Fatale wilde zeggen, want ik heb die titel niet zelf bedacht, dan moest ik denken aan zo hals over kop verliefd geraken op iets. En ik denk dat het publiek dat mag verwachten. Ja. Ze gaan een muzikale voor zijn concert van 13 Congolese muzikanten die een fusie maken tussen Europese barokmuziek en hun eigen muzikale roots. Je hebt eerder al samengewerkt met de mensen die ook aan deze voorstelling werken? Met twee van hen. Ja. Met Fabrizio Cassol, de componist van de muziek, en met Serge Kakuji. Serge is zo een natuurtalent dat Fabrizio bij manier van spreken opgeraapt heeft in Kinshasa. Maar Serge had helemaal geen opleiding gehad. En we hebben die toch meegenomen in die voorstelling, waar hij de rol van Jezus gespeeld heeft in een interpretatie van de Matthäuspassie van Bach. Ja, dat is voor hem de klik geweest om dan toch verder te gaan studeren. En hij heeft zijn tijd wat verdeeld tussen Europa en Kinshasa. Dus hij is een beetje op en af gegaan tussen die twee werelden. En hij heeft in Kinshasa gezocht naar een manier om datgene wat hij in Europa aan het leren was, verder te zetten. En dan is hij beginnen samenwerken met plaatselijke muzikanten. En daaruit is telkens aan Coup Fatale ontstaan. Maar ik wist heel goed als ik het hoorde van dat ik dat als concert wou respecteren. Ik had geen zin om daar ineens een plat-Italiaanse dansvoorstelling van te maken. Maar wat ik gedaan heb, is de dingen die ik daar zag, dat is wel uitgeplukt en wel geaccentueerd. Ik heb het bewegingsidioom gebruikt van datgene wat ik gezien kreeg van de mensen zelf. Het zijn geen dansers, het zijn dus in de eerste plaats muzikanten. Maar mensen die ook heel goed bewegen natuurlijk. Dus daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik heb dan de plastieke stoeltjes waarop dat ze repeteren, waarop dat ze zaten tijdens repetities, meegenomen naar hier. En dat is wel iets heel bijzonders, want die stoeltjes die vinden overal in Kinshasa. En die worden eigenlijk gemaakt in China. En China is de nieuwe kolonisator van niet alleen van Kinshasa en van Congo, maar van heel Afrika, denk ik. Dus hij heeft wel een heel specifieke betekenis. En ik heb ook gevraagd aan een beeldend kunstenaar, Freddy Tsimbal. Die werkt met kogelhuizen, die beelden maakt van kogelhuizen. Heb ik aan hem gevraagd van een heel groot gordijn te maken van kogelhuizen. Waarom mogen de mensen absoluut Coup Fatale niet missen? Ik maak niet graag en eigenlijk niet veel publiciteit voor voorstellingen waar ik aan meegewerkt heb. Ik ben daar een beetje te verlegen voor. Ja. Maar in dit geval heb ik geen enkele reserve. Iedereen die tegenkomt op straat, zeg ik van je moet dat zien. En meemaken, want het maakt iedereen die de voorstelling meemaakt en ziet ook diep gelukkig.